mensen, leuk dat jullie kijken naar een bijzondere vlog in Amsterdam. We zijn vandaag in de Vondeltuin en we gaan het eens een beetje filmen hier. Ga mee. Hier Jackie's favoriet, 2008. Je ziet het al, hier al overzichtelijk dat het een best wel een grote tuin is. Alle planten die je hier ziet, moet je adopteren, had ik gezien op de bordjes. We hebben hier de rosa. En ook dit zou je kunnen adopteren. Nou, mooi toch? In plaats van een kind adopteren, een roos. Roos gaat niet zo lang mee als een kind. Is ook minder goedkoop. Maar we gaan even hier gewoon bij langs. Loop mee, we hebben hier ook weer een aantal mooie planten, bloemen. Daarnaast staat hier wat minder informatie over. Dit is de Rosa Pomponella. Dat gaat ook wel een tijdje zo door, want we hebben hier ook fantastische mooie. Dit is de Lion's Rose. De Lion Rose. Ik zie er niet echt iets in met smaffels. Het is de Lion Rose. Hier, ik noem dit dan maar de paarse tilp, maar dit zal er ook wel iets anders zijn. Nou, de Big Purple. Hey, even serieus, dit is niet van voorbedachte raden. Nee, gelijk ook dan. Mooie, gewoon een bloemen experience. Bloemen van Aten. We gaan ook weer daar toe. Dus een yellow. Groot in lengte, 1,5 kilometer, 2 kilometer. Best heel groot natuurlijk. We gaan nog even een paar langs, anders voor de kijkers. Nou, deze planten, de bloemen zijn ook wel goede. Dit is de Rustalk. De Rustalk, heb ik? Rustalk. Er staat ook een nummer trouwens allemaal bij, dus mocht je bij de Vondeltuin komen hier, dan zie je dus dat er genoeg nummers staan. Waar een naam bij hoort natuurlijk. Ik heb hier trouwens, dit is de abrikot Queen Elizabeth. Hoe ze het verzinnen ze? De Queen Elizabeth. Niet bij onder ons natuurlijk. Maar natuurlijk mooi voor in de tuin. Ik had niet gedacht dat er trouwens zoveel soorten hier staan. Dus in dit filmpje laten we niet alles zien. Dus mocht je hier zijn in Amsterdam en je gaat hier naartoe, dan kun je dit allemaal zelf lekker bewonderen. Hier is de Alvengroenen. Ik zeg het waarschijnlijk gigantisch verkeerd. En een beetje lachen wordt erbij. Om te kiezen gaan we eerst even hier kijken. Mooie kleur trouwens, een hele bijzondere kleur. Dit is de André Lonetro. André Le Renotre. Een beetje een Frans nametje in 2000. Ik weet niet precies of het hier al staat, is bij te komen. Ik denk het wel, want ik zie hier dus ook allemaal hekken. Ik denk dat hier ook nog allemaal soorten planten komen. Bloemen. Ga ik vanuit. Dus waarschijnlijk zijn deze allemaal in dat jaartal hier geplaatst. Sommige staat al weer geen jaartal op. Hier hebben we de Diamond Border. De Diamond Border. Dat kan weer niet in het jaartal staan. Deze komt uit 2012, de Gravin Diana. De Gravin Diana. Dus van 2012 staat hij hier. Nou ja, en zo gaan we maar weer verder. We sluiten af. Ben je in Vondelpark, wil je naar de Vondeltuin? Ga dan ook deze plek bezoeken. En ik kom terug met een andere vlog.